In de omgeving, in beide molen, de Star in Balkbrug, is er de laatste tijd toch sprake van vandalisme. We gaan even praten met mensen die er eventueel meer over kunnen weten. Molen de Star is een monument van de gemeente Hardenberg, die in handen is van een stichting. Ja, ik praat even met de molenaar over het vandalisme van de afgelopen, ja, met name in de jaarwisseling geloof ik. Hè? Ja, is hier heen en ander gebeurd? Wat is er precies gebeurd? Nou, kunt u dat vertellen? We hebben al de laatste maanden al wel last van mensen die jongeren bij huis hebben. Ja? Die, de corona. De jongens zijn thuis, ze kunnen niet naar school, ze kunnen niet naar voetbal, ze kunnen niet naar zwemmen. Mm-hmm. Dus die vervelen zich. Ja. Die komen dan af en toe hier de verveling botvieren. Ja. Door ruitjes in te gooien, door vuurwerk af te steken, ja. Door reclamefolders te verbranden. Zo. En dat is eigenlijk niet wat deze molen echt van gediend is. In de vorm van molens en vuur gaan verschrikkelijk slecht samen. Mm-hmm. Omdat ook de wetenschap is al zo. Vorig jaar zijn er bijna 2 molens afgebrand. Oh, eentje helemaal, ander is nog net kunnen redden. Ja, we willen niet graag dat hier ons hele hebben en houden verbrand wordt door baldadigheid. Mm-hmm. Is dat iets van de laatste tijd of gebeurt dat? Nee, dat is al van jaren. Oké, okay. En escaleert dat nu? Is dat nu erger geworden? Nou, nee, het is eigenlijk elke paar maanden hebben we wel een keer weer wat. Dan wordt er weer een lamp kapot geschopt en dan wordt de deur weer bekrast. En dan is er weer kapot gegooid. Het loopt toch in de honderden euro's dan? Ja, vorig jaar ook. Hadden we ook een kleine 800-900 euro schade. En nu is het ook weer 400-500. Ja. En wat doen jullie dan? Gaan jullie dan praten met de politie of met eventuele mensen waarvan je weet die daar iets mee te maken hebben in zoverre dat bekend is? Ja, dat klopt. Bij elke vorm van vandalisme maken we direct melding bij de politie. Mm-hmm. De politie neemt het koppeltje terug naar de wijkagent. Ja. En de wijkagent probeert dan te achterhalen wie de daders kunnen zijn. Ja, ja. Want het is over het algemeen jonge jongenswerk zoals ik het in kan schatten als leek. Omdat het zijn geen echt grote dingen, maar toch wel altijd heel vervelend. Vervelend met eventuele grote consequenties. Er sprake is van eventueel vuurwerk en brand en noem maar op. Hè? Nee, want de molen vorig jaar in de CRS in boven Kaspel is afgebrand. Ja. Jonge jongens waren met vuurwerk bezig. Mm-hmm. De molen in Windlust in Buren is afgebrand. Ja. Jonge jongens waren met papier aan branden. Ja. En zo zijn er dan wel meer voorbeelden van dat toch hele molens zijn Ik kan me voorstellen dat de zorg en de onrust die daarbij komen kijken. En wat is te doen? Beveiliging, camera's of is dat een station te ver? Nee, we gaan er binnenkort komen gewoon camera's hangen. Oh ja? Het is gewoon zo van, we hebben hier zo verschrikkelijk veel geld en tijd en moeite in gestoken. Ja, dus we willen eigenlijk alles aanpakken om dat vandalisme te kunnen stoppen. Ja, ja, we hebben dat ook al gedaan. Dus als wij de trein gaan verlaten, dan gaat het hek dicht. En dan is het, daar staat op het hek verboden toegang. Ja, ja, dan mag er niemand meer op het terrein komen. Maar dan heeft de politie ook een gegronde reden om iemand van het trein te kunnen verwijderen. Oké, okay, maar ja. Want het is, als je het hek open, dan is het openbaar terrein en dan mag je niks. Ja, ja. Maar als je dan een verbod door de toegang en het hek is afgesloten, dan hebben zij ook een reden om iemand echt van het terrein te kunnen verwijderen. En is het al eens gebeurd dat ze mensen moesten verwijderen dan van het terrein? Ja. Oh ja, ja. Oké. Okay. En dat waren dan jongeren of ouderen of... Van alle plumage waren ze er wel. Van alle plumage, ja. Alle plumage waren op een gegeven moment ook. De ene keer zijn er een paar ouderen die midden in de nacht hier wietjes komen roken. Ja, oké. Okay. En een andere keer zijn er een paar jonge jongens die zijn maar meer aan het spelen zijn dan eigenlijk dingetjes doen die eigenlijk niet zo goed zijn. Ja, precies, precies. Ja, het is natuurlijk een plek, een afgelegen plek waar... In het duister allerlei dingen mogelijk zijn, hè? Ja, dat was ook wel de reden, want de molen heeft jaren in het licht gestaan. Ja, ja. En op een gegeven moment ook, en dat was ook echt de reden om de lampen te verwijderen. Het is ook zo, van op een gegeven moment ook, als het s'avonds donker was en op een gegeven moment de hele Balkbrug lag op bed, dan was de molen mooi verlicht, konden zij natuurlijk mooi in het licht van alles wat uitspoken. Ja, ja, dus ik denk, nu de verlichting uit. Ja. Maar goed, dat mag helaas nog geen succes sorteren. Oké, laten we hopen dat het in ieder geval wat zoden aan de dijk zet en dat het wat rustiger wordt de komende tijd. Ik hoop het van werken. Oké, okay. Bedankt voor uw reactie. Dankjewel.